Heren, jullie organiseren een talentenjacht voor jongeren in Horze de Maas in 2019. Vertel er eens wat meer over. Ja, wij in het kader van Horst aan de Maas 800 jaar, gaan we op zoek naar het muzikale talent in een van onze 16 kernen. We hebben wat voorrondes, dat kunnen we zeggen, in Zevenum, in Mielderen, in Grubbevorst en in Hegelsum is een voorronde. En uiteindelijk is de grote finale van LEF in Horst op 18 augustus. Hey, en moeten dan een muziekinstrument spelen of kunnen zingen? Ja, het is heel breed. Zangtalent zien we nog op zoek, maar ook muzikanten. Speel de piano, speel de drums, wat voor instrument je ook speelt. Geef op en dien mij naar de titel, het muzikale talent. Het is heel breed. Hey, en de doelgroep is 9 tot met 15 jaar. Hè? Waarom specifiek deze doelgroep? Nou, dat is een doelgroep. Er zit natuurlijk heel veel van de jeugd die op les, pianoles hebben of drumles. Of ben je van fase dat je een drumband. En wij denken dat de kick van het podium, live op een groot podium, wat dat is. Dat is gewoon het mooiste wat er is. Dat is wel eens anders toen ze een iPad zitten bij wie ze spreken. En als je dus normaal in een fanfare speelt, kun je op deze manier met oud trompet of oud saxofoon kun je de bühne op. En kun je je favoriet mp3'tje erbij zetten. Dus je speelt met een nummer wat je leuk vindt, speel er mee. Ja, dat is gewoon een keer om mee te maken, zoiets. Ja. En denk je dat deze doelgroep dat heel spannend vindt, juist op een podium te staan? Ja, natuurlijk is dat spannend, maar je merkt wel dat er supporters er misschien wel met elkaar over. Dus het begint wel echt te leven. Het is gewoon hartstikke ruig om te doen. Ja. En daardoor creëerde al een beetje een soort idee van hoe het is om in een band te spelen. Want sommige doen hebben zich al opgegeven met 2 of 3 man samen te doen. Een pianiste met een drummer samen en daar doet zelfs een zanger aan mee. En dan kun je evengoed nog een mp3'tje eronder zetten. Het is gewoon een beetje een begin van een formatie van een bandje. Ja. Want in Horst leeft natuurlijk muziek ontzettend. Hè. We hebben de muziekkantine, we hebben Vrienden van Meerte Live, enzovoort, enzovoort. Dus ik huur het ook vanuit Venroy dat ze zeggen wat er in Horst allemaal op muziekgebied leeft. Het is gewoon ruig. Ja. Ja. Hey, en daarom ook deze de naam, LEF 2019? Ja, LEF staat voor het LEF toeren. Ja. Wij zoeken dus een het talent, maar het talent moet natuurlijk LEF doen. Wij bieden dat podium, wij faciliteren dat. En, gewoon, het is een oproep aan de talentjes. Kom, doe een LEF, pak ook kans. Ja, zeker. En hoe kunnen ze zich aanmelden dan? Ja, aanmelden kan via e-mail. LEF2019@zigo.nl, dat is ons e-mailadres. We hebben een Instagram-account, we hebben een Facebook-pagina en meer informatie over LEF is ook te vinden op de website van Horst aan de Maas 800 jaar. Ja. En laat ze maar komen, zou ik zeggen. Hè? Nou, heel mooi initiatief. Heel veel succes, mannen. Ik ben Jeffrey en ga meedoen met LEF.